En dan een woningproject in de Waalsprong. De bouw van Homestead Nijmegen is begonnen. Alle aanstaande bewoners waren uitgenodigd op de plek waar de 77 woningen gaan komen. Samen met de wethouder werd er symbolisch aan de bouw begonnen en zorgde er ook nog eens een keer dat er een feestje was. Homestead wordt gerealiseerd door Van Wonen in samenwerking met BPD Gebiedsontwikkeling en Janssen de Jong Bouw. Het diverse project ligt op een geschikte locatie die ook nog eens goed bij de stad Nijmegen past. Dat wil zeggen hele verschillende woningtypes van 2, 3, 4-laagse woningen, maar ook appartementen. Dus eigenlijk een heel divers project. De locatie is bijzonder omdat het dichtbij het winkelcentrum is gelegen, het nieuwe winkelcentrum Hart van de Waalsprong, maar tegelijkertijd eigenlijk midden in de natuur. Daarnaast is de binnenstad van Nijmegen op fietsafstand gelegen, dus eigenlijk alle mooie aspecten bij elkaar een schitterende locatie. Dit voorziet ook echt een behoefte aan mensen die dus graag toch ruim willen wonen aan de rand van de stad, dichtbij het groen. En de combinatie van huizen en appartementen maakt ook dat er een mooie combinatie is van verschillende type mensen die ook in verschillende fasen van hun leven zitten. Dus ik denk dat dit ook echt iets toevoegt aan de woningbehoeften in Nijmegen.